In het vorige filmpje heb je al gezien dat water in drie fases voor kan komen. Als waterdamp, vloeibaar water of als ijs. In dit filmpje wordt de relatieve luchtvochtigheid uitgelegd. Stel, we hebben een pakketje lucht. In de lucht zit een bepaalde hoeveelheid verdampt water, waterdamp. De exacte hoeveelheid waterdamp in de lucht is de absolute luchtvochtigheid. Dit type luchtvochtigheid is echter niet de belangrijkste luchtvochtigheid. Dat is de relatieve luchtvochtigheid. Dit is de verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die op dit moment in de lucht aanwezig is en de hoeveelheid waterdamp die aanwezig is in de lucht voordat de waterdamp gaat condenseren. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Als we bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% extra waterdamp gaan toevoegen aan de lucht, dan gaat er ook waterdamp condenseren. Dit zien we als een wolk. De relatieve luchtvochtigheid zou ook 50% kunnen zijn. Op dat moment is er in de lucht slechts de helft aan waterdamp aanwezig ten opzichte van de hoeveelheid waterdamp die de lucht zou kunnen vasthouden. De relatieve luchtvochtigheid kan op twee manieren veranderen. De eerste manier is door de hoeveelheid waterdamp in de lucht aan te passen. Wanneer water verdampt, neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe en stijgt dus de relatieve luchtvochtigheid. Door lang en warm te douchen verdampt er bijvoorbeeld water, waardoor de relatieve luchtvochtigheid erg kan oplopen in de douche en een deel van de waterdamp kan condenseren. De tweede manier is door de temperatuur van de lucht te veranderen. Onthoud de volgende regel. In warme lucht kan er meer waterdamp aanwezig zijn dan in koude lucht. Soms wordt dat uitgelegd alsof warme lucht meer waterdamp kan vasthouden. En op zich klopt dat, maar het is ook een beetje misleidend, omdat het niet de warme lucht is die de waterdamp vasthoudt, maar de waterdamp beweegt zelf veel sneller als het warm is, waardoor het minder snel condenseert. Dit betekent ook dat als de lucht warmer wordt, maar er evenveel waterdamp in de lucht aanwezig blijft, de relatieve luchtvochtigheid daalt. Het maximum aantal mogelijke deeltjes waterdamp dat in de lucht aanwezig zou kunnen zijn, stijgt namelijk, maar het aantal aanwezige deeltjes blijft gelijk. En hierdoor daalt de relatieve luchtvochtigheid. Wanneer de lucht afkoelt, maar er evenveel waterdamp in de lucht aanwezig blijft, stijgt de relatieve luchtvochtigheid. Het maximaal aantal mogelijke deeltjes waterdamp dat in de lucht aanwezig zou kunnen zijn daalt namelijk, maar het aantal aanwezige deeltjes blijft gelijk. Hierdoor stijgt de relatieve luchtvochtigheid. Dit zien we bijvoorbeeld in de praktijk. Als we op een koude winterdag uitademen, ademen we ook waterdamp uit. Doordat de lucht van een warme omgeving opeens enorm afkoelt, stijgt de relatieve luchtvochtigheid en vormt zich een wolkje. Omdat dit wolkje zich snel mengt, verdampt het water daarna weer snel. Om diezelfde reden ontstaat mist vaak in de vroege morgen, in de herfst en winter. De bodem kan ons 's nachts erg afkoelen en de luchtlaag daarboven ook. Daardoor stijgt de relatieve luchtvochtigheid tot bijna 100% en er ontstaat mist. Als het gedurende de dag warmer wordt, stijgt de temperatuur van de lucht en neemt de relatieve luchtvochtigheid af, waardoor de mist verdwijnt. Nu weet je dat een hoge relatieve luchtvochtigheid leidt tot het condenseren van waterdamp, waardoor de wolken en uiteindelijk neerslag kunnen ontstaan. In het volgende filmpje wordt uitgelegd op welke drie manieren lucht afkoelt en hoe wolken ontstaan.